Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we een gebied met bewolking liggen. Dat lag daar vanochtend zo rond half elf. En als we dan de bewolking in beweging zetten, dan zien we dat het aan het einde van de ochtend en in de middag langzaam oploste en er steeds meer zonneschijn kwam. Er ontstonden ook stapelwolken, die leverden dan lokaal weer een bui op. Maar vanwege die zeer bewolkte start in de zuidelijke helft van het land kregen we behoorlijke verschillen in de temperatuur. Je ziet duidelijk een grens lopen hier ongeveer. Daar werd het zo'n 18 tot 20 graden en in de rest van het land bleef de temperatuur lang bij de 15, 16 graden hangen. Maar nu zo aan het einde van de middag kan het krik toch nog even oplopen, want de zon breekt wat beter door. Kijken we naar heel Europa, dan zien we dat echt warme lucht, zomerlucht, ver te zoeken is. In het zuiden van Spanje komt het kwik boven de 20 graden uit en verder eigenlijk nergens in Europa. Als we het dan even in beweging zetten, hoe het zich gaat ontwikkelen, nou, dan zien we dat het komende nacht natuurlijk afkoelt, in de Alpen weer vorst. En dan morgen overdag, dan stijgt het kwik geleidelijk weer naar zo'n 20 tot 25 graden in Spanje en ook in Portugal. Maar in de rest van Europa is warme zomerlucht nog steeds niet te vinden. Maar misschien heb je het al gehoord, zaterdag verwachten we toch dat de temperatuur ook bij ons flink gaat oplopen. Dus als we de boel laten doorlopen richting de zaterdag, dan zie je dat de warme lucht duidelijk onze kant op komt. Niet de 25 graden, die bereidt ons net niet. Maar een warme tong met 20 graden, die loopt wel onze kant op. En die komt ongeveer zo te liggen. Het is een hele smalle tong, zorgt ervoor dat de warme lucht ook snel weer gaat verdwijnen. Dat gebeurt dan zondag. Eerst vanavond nog even. Vanavond hebben we nog van tijd tot tijd zon. Het is bijna overal droog. Heel lokaal nog een buitje. De wind waait uit het westen tot zuidwesten. En halverwege de avond is het ongeveer 17 graden. Dan komende nacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen. Het is nog wel lange tijd droog. En de temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. Weinig aan de hand. Morgenochtend, of beter gezegd aan het einde van de nacht en morgenochtend trekt er een gebied met wat lichte regen en motregen over het land van west naar oost. En later in de ochtend en in de middag wordt het dan vanuit het westen weer droog en dan breekt af en toe de zon door. Heel lokaal morgenmiddag misschien nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog weer en met af en toe zonnes. Dus. Temperaturen morgenmiddag 17 tot 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee haalt die af en toe windkracht 5. En dan de zaterdag, nou dat is dus duidelijk de beste dag. Dan komt even die warme lucht onze kant op en stijgt de temperatuur tot rond de 22 graden. Op de warmste plek kan het 24 graden worden. Verwacht geen stralend zonnige dag, want de warme lucht gaat samen met wolkenvelden. Alleen de zon laat zich ook wel van tijd tot tijd zien. Matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4. Zondag draait hij naar het zuidwesten. En dan komt er dikkere bewolking op ons af en gaan er ook weer buien vallen. Het kunnen forse buien zijn met onweer, want die buien die gaan ontstaan op de grens van de warme lucht. Hangt een beetje vanaf hoe laat de buien komen, wat de temperatuur gaat doen. Op dit moment lijkt het erop dat de buien in de loop van de dag overtrekken. En dat betekent dat het in het noordoosten en oosten nog zo'n 22 graden kan worden. En in het westen wordt het ongeveer 17 graden. Forse buien, ik zei het al, kan er bij onweren en ook windstoten zijn misschien mogelijk. En die warme lucht wordt zondag dan verdreven en daardoor hebben we maandag temperaturen van 17 graden. En ook dan vallen er een paar buien. En die dip van maandag, nou dat is een tijdelijke lijkt het, want daarna gaat de temperatuur langzaam weer omhoog. Echt zomerweer zit niet in het verschiet, maar de temperatuur komt wel weer rond of iets boven de 20 graden te liggen in de loop van volgende week. De kans op buien lijkt af te nemen. Dus toch een klein beetje zomers, maar aanstaande zaterdag is duidelijk de beste dag voorlopig. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl